Ja, mijn meiden die vinden het hartstikke leuk. En de oudste die zit al stiekem tussen de lessen op de telefoon mee te kijken van zijn er nog weer foto's van mama. Ik ben boerendochter en ik heb daarvan 8 jaar samengewerkt met mijn vader en de laatste 2 jaar zelfstandig als bedrijfsleider. Ik heb mij opgegeven voor de opvolger. Dat kwam eigenlijk doordat ik in Duitsland als bedrijfsleider bezig was. En ik ben al eigenlijk van kinds af aan aan het kijken van is het mogelijk om een bedrijf over te nemen. Mijn toekomstdroom zie ik als medewerker in een melkveehouderij of als zelfstandig eigenaar van een melkveebedrijf. Persoonlijk denk ik van als ik gewoon alle dagen lekker tussen de koeien en de kalfjes bezig ben en daarbij mijn kinderen met veel plezier zie opgroeien, ja, het is uiteindelijk het allermooiste. Ja, ik verwacht dat het een heel zwaar traject gaat worden. Mede ook omdat ik de laatste weken meer dan 50 uur in de week gewerkt heb en meer dan 25 uur aan reistijd. Daarnaast ook nog een keer volledig fulltime alleenstaande moederschap. Uiteraard heb ik er heel veel zin in. En ik hoop gewoon op een hele gave uitdaging. Als ik een dier zou zijn, dan zou ik een kalfje zijn. En ja, ik vind het gewoon geweldig. Het jonge leven in de natuur. En